Hallo allemaal, welkom bij Paper Craft Mix. Ik ben het Brigitta en je kijkt naar mijn wekelijkse Craft Mix video. Vandaag heb ik een grote Timo haul voor jullie. Een groot deel bestaat uit spulletjes die je nodig hebt voor het gebruik met resin, maar niet alles. En ik heb ook nog wat dingetjes van Amazon, maar die hebben ook wel met het resin te maken. Dus laten we snel beginnen. Je kunt al het een en ander zien en dat is de eerste mold die ik heb besteld op Temu. Voor het gebruik met resin. En mocht je het nog niet gezien hebben, dit is de resin die ik altijd gebruik. Dit is UV resin. Deze bestel ik bij Amazon. En dat is resin, is één component die je dus kunt gebruiken met een UV-lamp. Zo'n nagellamp, zeg maar. Of je kunt het ook laten uitharden in het daglicht, in het zonlicht. Want het is UV-resin. Omdat het UV-resin is, heb je dus wel altijd malletjes nodig die doorzichtig zijn. Dus die siliconen mallen, die moeten doorzichtig zijn. Zodat het licht er goed doorheen kan. Anders gaat het niet uitharden. Dus dat is punt 1. En punt 2, dat laat ik ook nog even eerst zien, is de boor die ik erbij bestelde. Want ik kreeg dus, en dat was een verrassing, bij deze ABC-mal die ik bestelde. En de cijfers staan er ook op, overigens. Kreeg ik dit, dat wist ik. De haakjes en de ringetjes om er een sleutelhanger van te maken. Maar er zat ook nog een boor bij, een handboor. Maar die had ik ook al zelf een besteld. Omdat ik niet had gezien dat die erbij zou zitten. Maar deze handboor die zag ik bij mijn vriendin Lotje, waar ik dus vorige week of 2 weken geleden voor het eerst met de resin had gewerkt. En ik vond het zo leuk dat ik dus echt wel gelijk hoekt was. En dat is deze, kijk, dat is deze zwarte handboor, die heb ik ook op Amazon besteld. Ja. En dan krijg je deze boortjes bij, dus hele fijne boortjes, die kun je met de resin gebruiken. Er zitten ook grotere bij, ik denk dat je die voor hout kunt gebruiken of voor andere materialen. Ik heb hem nog niet uitgeprobeerd, maar ja, het is exact dezelfde als die ik heb uitgeprobeerd bij mijn vriendin. En die werkt prima. Dus, alleen dan moet ik hem wel andersom terug doen, maar dat doe ik wel even na de video. Dat is dat. Dan kocht ik ook nog een malletje voor een boekenlegger. Ook superleuk. Wat denken jullie van deze mal? Het is eigenlijk een, hoe noem je dat, charcuterie board. Hè, waar je leuk dingen op kan presenteren, maar dan een kleine versie. Wat je zult zien overigens is, ik heb alles wel schoongemaakt die ik al heb gebruikt. Maar die glitter, die gaat er toch heel moeilijk uit. Ik maak het gewoon schoon met water en daarna heel goed droog wrijven. Ik dacht dat ik het al goed gedaan had. Maar ik zie nu toch wel op een aantal malletjes dat dat nog niet helemaal goed is. Want anders krijg je bij je volgende ook alweer die glitter erin. En daar willen we niet dus. Maar dat is deze. Superleuk. Hier had mijn man dus al een onderzetter van gemaakt. Met allemaal lichtjes erin. Dus hij had er lichtjes in gedaan. Met de doorzichtige hars gegoten. Geen kleur erbij. Alleen een nadeel is, er zat nog zo'n grote blok aan om hem aan uit te zetten. Waar de batterijen in zitten. Dus die zitten ernaast. Maar hij vond het gewoon een leuk projectje om uit te proberen. Echt, ziet er echt leuk uit. Ook kocht ik nog deze snoepjes. Die heb ik nog niet gebruikt. Heel leuk reliefje zit erin, zie je wel. Patroontje. Hij is wel super dik. Dus ik denk niet als ik deze ga gieten, dat ik die helemaal vol ga gieten. Misschien tot de helft. Dan is het voor mij al dik genoeg. Want ik wil ze toch als embellishments gaan gebruiken. Of als decor. Super leuk. De volgende om in het zoete thema te blijven zijn deze ijsjes. Je krijgt er 9. Dus van ieder modelletje zitten er 3 malletjes op. Kun je maar doorgieten als je wil. Nu gebruik ik een lamp, een nagellamp, UV-lamp al voor. Dus ik heb niet heel veel ruimte. Deze mal die zou er denk ik net precies ondergaan. Dit is ook nog een onderzetter. Die was ook wel weer groter dan ik eigenlijk gedacht had. Wel leuk natuurlijk. Ook nog een ronde, die heb ik nog niet uitgeprobeerd. Die vind ik eigenlijk wel fijner van formaat. Wat dacht je van deze sneeuwsterren? Die vind ik helemaal geweldig. Ik laat zo meteen, als ik alles heb laten zien, ook nog eventjes wat voorbeeldjes zien hoor. Die ik heb gemaakt. En gewoon zoals ze er allemaal uitgekomen zijn. Dus zijn er ook best een aantal helemaal niet goed. Laat ik ook gewoon zien. Kijk, deze vond ik ook leuk. Een beetje een Parijs thema. Parfumflesje, een vlindertje. Daar krijg je wel 2 oogjes in. Die kun je aan een kettingje hangen. De Eiffeltoren krijg je er ook 1 in. Hartjes en ja, ik denk dat dit een bloemetje of zo voor moet stellen of een sterretje. Ik weet het niet. Die vond ik niet zo.
En dan als laatste nog voor de kerst deze. Die vond ik zo leuk. En hier zit dus geen gaatje in. Dus deze kun je gieten en als embellishment gebruiken. Of als decorpiece of noem maar op. Maar met je boor kun je er natuurlijk wel een gaatje in maken. Best wel diep ook. Dus je kunt er stevige... Ja, ik denk als je deze giet zoals die is, vrij dik. Je haalt er een gaatje door. Dan heb je wel superleuke kerstboomhangers natuurlijk. Ook heel leuk om een cadeau te geven, hè, aan mensen. En het laatste wat met het resin te maken had, zijn deze cupjes, siliconen cups. Super fijn zijn die. Want als je dus restjes hebt, dan kun je die naar de rand ook onder je lamp zetten. En dan, hup, dan duw je het er zo uit en dan is je weer helemaal mooi schoon. Het zijn wel kleintjes, dus dit is echt leuk voor kleine dingetjes te gieten. Heb je grotere projecten, want we hebben dus wel gemerkt bijvoorbeeld bij die onderzetters. Ja, die hebben wij gewoon uit je fles gegoten, maar die moet je eigenlijk gewoon in een papieren bekertje of zo doen. Mixen en dan hierin gooien. Want dan zijn die siliconen cups echt veel te klein. Nou, ik kocht niet alleen spulletjes voor resin. Ook deze. De enige stanzen set. Ik was al heel lang op zoek naar deze bloemen set. Vind ik super leuk, omdat die die detailtjes heeft van die puntjes, zeg maar. Die het ermee embost. En deze kleintjes zijn heel leuk om te gebruiken als basis voor embellishments te maken. Dus vandaar dat ik die meenam. Dan voor de kerst vond ik nog deze. Kijk hoe leuk. Het zijn van die, ja, ook een soort resin. Hoe noem je dat? Candy canes. Ik nam de mixpack. Kun je natuurlijk ook weer een gaatje in maken als je zou willen en er een hangertje van maken. Maar dat hoeft niet. Je kunt ze ook gewoon opplakken. Oh, ik ben nog wel een paar dingen vergeten, zie ik, van het resin. Laat ik zo even zien. Ik vond ook deze. Hoe gaaf. Ik heb al vaker beadable pens gemaakt. Die heb je daar wel eens voorbij zien komen. Ik dacht, deze rode zijn leuk voor de kerst. En ik zag het niet online, maar er zit ook nog een glittertje in. Dat vind ik super mooi. Dat was een verrassing toen het binnenkwam. En ik zag ook nog deze kralen. Dat zijn van die gummy kralen, van die kleiachtige kralen. Ook voor de kerst. Ook super leuk. En dan, ik vergat het nog te laten zien, kocht ik ook nog deze twee hangertjes, hartjes en bloemetjes. Om ook met het resin, hoeft niet, maar om met het resin te gebruiken. En daar koop je dan deze tape bij. Daar plak je ze op als je ze gaat gieten. En dan doe je ze zo met de tape eronder, onder je lamp. Die vriendin van mij had hem ook al met andere soortige tapes geprobeerd. Want je denkt, oh, dubbelzijdig tape werkt ook. Werkte niet zo goed. Want dit is ook siliconen tape, dus het gaat perfect onder de lamp. En het laatste is een potje met pigmentpoeders. Verschillende kleuren. Ik vond deze geweldig. Ik wilde ze eerst graag uitproberen. En die kun je dus gebruiken om je resin te kleuren. Maar ik denk dat je ook pastas mee kan kleuren. Modeling paste, noem maar op. Dat was die. En even iets heel anders. Een kleurenwiel. Ik knutsel al zo lang, maar had nog geen kleurenwiel in mijn bezit. En ik dacht, nou, die vind ik echt leuk om te hebben. Om de kleurencombinaties te bekijken. Kijken wat mooi is van tegenoverliggende kleuren. Mengen natuurlijk, alle mengkleuren laten ze zien. En op deze achterkant, je hebt heel veel uitleg hoor, allemaal in het Engels. Dan zie je ook de tetraadkleuren die bij elkaar komen, mooi. Complementaire kleuren, nou noem maar op. Het is een heel verhaal. Super leuk om eens een keer goed door te kijken en te draaien. En dan ja, leer je heel veel over kleurencombinaties. Dus ik dacht, ja, die wil ik eens een keer hebben. En het allerlaatste is van Amazon. Dat kwam vandaag binnen. Ik had gegoogeld naar Resin Toolkit. Toen kreeg ik deze. Ik dacht daarin dit allemaal te krijgen. Maar ook eigenlijk een mesje waarmee ik dingetjes af kon ronden. Die zit er niet bij. Dat had ik weer niet goed gezien. Maar er zitten wel deze vijltjes bij. Verschillende vormen. Ik moet ze nog even gaan uitproberen natuurlijk. Deze sanding blocks. Overal hebben ze het over nagels. Het was ja, ook voor resin geschikt stond er. Dus ik ga hem uitproberen. Want ik wil die inderdaad hebben om het resin dus mooi te polijsten, zeg maar. Er zaten twee van deze grove nagelvijlen bij. Nou ja, die komen altijd van pas, toch? Twee siliconenkwasten. Ook super makkelijk. En een schaartje. Dit is wel, zie je dat? Een gehoekte schaar. Dus daarmee kun je dingetjes afknippen. Een doek om na te poetsen, denk ik. En je krijgt 1, 2, 3, 5 vellen met schuurpapier. Best wel groot. Met verschillende grote korreltjes. Ik moet er nog even induiken. Maar ook dat is allemaal om dus te gebruiken met je resin art. Maar natuurlijk kun je die voor heel vele andere doeleinden ook gebruiken.
Dus dat was het laatste wat ik deze week binnen heb gekregen. Laat ik nu nog even de voorbeelden zien die ik heb gemaakt. En ook mijn miskleunen. Kijk, dit is de eerste boekenlegger die ik heb gemaakt. Ik vind hem wel leuk geworden. Ik heb alleen maar het doorzichtige resin gebruikt. De grove glitters, de chunky glitter van Carlijn Design. En ik heb natuurlijk een hele doos vol met shaker materiaal om shakers te maken op kaarten. En daar heb ik dus een aantal dingen ook van hierin gestrooid. Ziet er super leuk uit. Alleen ik vind dus die zijkanten zijn niet mooi strak. Ik dacht nu dus een mesje te hebben om dit zo mooi af te snijden. Dat heb ik niet. Maar ik ga kijken of ik het met het schuurpapier ook mooi kan krijgen. En dus op kan polijsten, zodat het nog meer gaat glanzen. Ik moet er natuurlijk nog een lintje aan doen of een tesseltje. Maar ja, super leuk ook om het cadeau te geven. Dus ik ben nog niet helemaal tevreden. Hij is ook niet helemaal mooi plat, zie je dat? Dus dan moet ik ook allemaal nog even ontdekken hoe je dat allemaal mooi gaat krijgen. Dan maakte ik verschillende letters. Twee kaartjes voor mijn dochter, maar we waren eigenlijk allebei over deze niet tevreden. Dus die gaat ze denk ik niet gebruiken. Maar ik laat jullie toch zien. Ik heb zelf ook nog allerlei andersoortige pigmentpoedertjes uit mijn, vanwege mijn geknutsel. En wat ik al heel lang had was Perfect Pearls van Ranger. Ik weet niet of jullie ze nog herkennen. Die heb ik hier gebruikt door het wit. Dit is mooi, maar ik vind hier het verlopen, het is in elkaar gelopen. Zie je dat? Met gieten vind ik niet mooi. Anders was het nog wel gaaf geweest, maar het maakt het een beetje extra vloeibaar, zeg maar, dat poeder. En ja, daarom was het effect voor mij niet mooi. En voor mijn dochter ook niet. Toen hebben we hem helemaal met Perfect Pearls gedaan en helemaal met paarse glitter erin. Dat is op zich goed gegaan, maar dan vind ik weer het wit weer niet mooi naar voren komen. Het ziet er niet echt wit uit, dus nee. Ook die was niet een van onze successen, zeg maar. Toen maakte ik de letter C en de letter I. De I is een cadeautje voor een vriendin. Die vind ik super gaaf. Kijk hoe gaaf die is geworden, die kleurencombinatie. Het is donkerblauwe alcoholinkt met fijne blauwe glitter. En de doorzichtige resin met de chunky holo zilver glitter van Carlijn. Super mooi geworden, alleen kijk aan de achterkant. Die randjes moet ik nog een beetje bijwerken. Daar heb ik dus dat setje voor besteld. En dan kan ik er sleutelhangers van maken. Deze vind ik wel echt heel mooi. Maar het is natuurlijk ook een beetje uitproberen met alcoholinkten, met pigmentpoedertjes. Welke kleuren vind je wel mooi? Welke mixen wel mooi met die glitters? Met mooie grote glitters, kleine glitters. Ja, de mogelijkheden zijn eindeloos en niet alles valt even mooi uit. Kijk, nu komen de sneeuwsterren. Deze vond ik dus echt heel leuk. Gewoon alleen maar met kleer. Er zit dus een oogje aan. Dus het is ook eigenlijk wel een leuk ornamentje om in een klein kerstboompje te hangen. Maar ook bijvoorbeeld om aan de verpakking te hangen met kerst. Hoe leuk. En die maakte ik natuurlijk ook uit die mal met zilveren glitter erin. Ik weet niet of je dat goed kunt zien op camera met de kunstlicht erop. Maar dat zijn deze. En met het paarse pigmentpoeder uit het torentje wat ik heb laten zien, heb ik ook nog deze gemaakt. Wil je het helemaal goed verdeeld hebben, dan moet je heel erg goed roeren. En precies de goede hoeveelheid erin doen. Ik vind het leuk. Hier is het wat donkerder. Hier is het wat lichter. Ik hou daarvan. Beetje shabby. Maar ja, daar moet je dus ook een beetje uitproberen hoe je de verhoudingen precies moeten zijn. Ik vind deze wel heel leuk en ga hem zeker op deze manier zo gebruiken. Dan natuurlijk ook die twee kleine parfumflesjes. Hoe cute zijn die? Je kunt er een magneetje achter plakken. Een gaatje inboren voor een kettingje ook weer. Als embellishment op een projectje. Super leuk vind ik ze. Mega schattig. Dat zijn die. Natuurlijk ook de Eiffeltoren. Die moet ik ook nog een beetje bijwerken. Die vond ik ook niet zo heel perfect eruit gekomen. Ze zien er wel heel leuk uit. Deze is met grove glitter en die met fijne. Kijk hoe schattig. Het is wel een mooi klein formaatje om te gebruiken. Dan vlinders. Deze met een restje. En dit is gewoon met kleer en alleen de chunky glitters van Carlijn. Als je kleer met alleen glitter doet, dat is ook echt wel heel leuk, vind ik hoor. Dan natuurlijk, omdat ik die blauwe kleurencombinatie zo mooi vond en ik had nog een beetje restjes, heb ik deze twee hartjes gemaakt. Je kunt het niet zien, maar er zit een gaatje in. Dus ook daar kan ik een hangertje van maken als ik zou willen. En als laatste de hangertjes. Ja, dit is nog het kleine sterretje. Ja, ik snap niet wat die in die set doet, zeg maar. En dit zijn de hangertjes. Die moet ik ook nog een beetje netjes maken, zoals je wel ziet. Maar kijk hoe leuk. Daar heb ik wel het paarse pigmentpoeder gebruikt. En die giet je dan dus in die resin op die tape en dan onder de lamp. En dan heb je dus aan allebei de kanten mooi uitgevuld. Zie je dat?
hoe gaaf dat is. Echt heel gaaf. Dan heb je super mooie hangertjes om te gebruiken aan een ketting of zo. Dus ja, dit was eigenlijk alles wat ik deze week voor jullie had. Wat ik jullie wilde laten zien. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat me in de comments weten of jullie ook met resin aan de gang gaan. Zo ja, of jullie nog goede tips voor mij hebben voor de afwerking ervan. En over het polijsten, et cetera. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En zie ik jullie graag terug in mijn volgende video. Groetjes!